Dank je in elk geval om onze kans te geven ons, om een aantal ideeën hier wat de industrie betreft in zaken energietransitie aan u voor te stellen. Ik ga het niet te lang houden. Er is heel veel te vertellen en ofwel doe je dat in universitaire lezingen van een paar maanden ofwel proberen dat zo kort mogelijk te houden. Dat is wat ik ga doen. Misschien eerst, waar zit u? Next. Ah, kijk. Misschien eerst een woordje over Fabric. We zijn een familie die toch nog altijd aan het groeien is. Grote verbruikers, industriële gebruikers van elektriciteit en gas was de basisinsteek, maar we moeten toch zien dat we meer en meer leden krijgen die ook groot zijn, voor wie ook de kost van elektriciteit en gas belangrijk is en die ook zich aansluiten bij Fabric, omdat ze een aantal gelijklopende belangen hebben. Bijvoorbeeld een van onze laatste nieuwe leden, ik zal dat niet aanwinsten noemen, is Google. Een zeer sterk groeiende verbruiker van elektriciteit in Wallonië. Om maar te zeggen dat ook voor die bedrijven die kost meer en meer een belangrijke factor begint te worden in hun competitiviteit. Wat doen wij? Essentieel twee zaken. Wij proberen te zorgen voor competitieve prijzen voor elektriciteit en gas voor industriële gebruikers in België. Dat verbaast u niet. Maar we zijn uiteraard ook bezorgd over de bevoorradingszekerheid. We proberen ook bij te dragen tot dat debat. Zoals we soms zeggen, er is één ding erger dan dure elektriciteit, dat is geen elektriciteit. Dus we proberen op die manier ook bij te dragen. Wat vertegenwoordigen we? Wij vertegenwoordigen ongeveer 30% van het elektriciteitsverbruik in België met de Fabric-leden. Ik denk dat dat iets hoger ligt ondertussen met de laatste cijfers, de cijfers van 2015 van de FOT-economie. Ik heb gezien dat die van 2016 ondertussen al beschikbaar zijn, dus we moeten dit even updaten. En ongeveer een kleine 30% ook van het aardgas, maar daar staat niet in deze statistiek het niet-energetisch gebruik van aardgas bij. En ik kom er zo dadelijk op terug, dat heeft toch ook wel zijn belang. Als u dat ziet over de sectoren, dan kent u natuurlijk het belang van de chemie in dit land. Wij zitten zowel voor elektriciteit als voor gas opnieuw zonder niet-energetisch gebruik in de chemie met ongeveer 50%. Dan hebt u de staalindustrie, papier, non-ferro enzovoort. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Hier ziet ze hier op de grafiek. Ik zie dat ook hier. Ja, dat is makkelijk. Industriële consumptie is in België, en dan spreken we van de afname van het fluxusnet. Er zijn ook al industriële activiteiten die op distributienet aangesloten zijn. Maar goed, dat is veel moeilijker om dat uit elkaar te halen. We zitten ongeveer op 44 terawattuur afname van het fluxusnet in 2017. Daar zit in heel wat gebruik voor WKK. België is een land met heel veel WKK's. Dus je moet weten dat is dan eigenlijk een afname van gas die gericht is op het dekken van de warmtebehoefte. We maken daar natuurlijk dan ook elektriciteit mee, maar het is een andere finaliteit. En ten tweede zit er ook het niet-energetisch gebruik in. Op wereldniveau meten we dat ongeveer op 3% van het totale gasverbruik. Vooral ammoniak is belangrijk, waarbij aardgas gebruikt was als grondstof. Maar er zijn een paar andere toepassingen waar dat gebeurt. En waar we niet de warmte van het gas of de calorische waarde van het gas in de eerste plaats gebruiken, maar wel de chemische samenstelling daar bepaalde stukken uithalen en die weer in iets anders stoppen. Blijft belangrijk, want voor sommige producten, ammoniak, is aardgas nog altijd een van de belangrijkste grondstoffen en die het mogelijk maken om dat op een economisch verantwoorde manier te produceren. Als wij over energietransitie spreken, dan is de industrie altijd uiteraard geïnteresseerd om daartoe bij te dragen. We zijn ook altijd aanhanger van drie zaken te bekijken. En soms vergeet men nog wel eens een aantal andere zaken. Maar ten eerste, u moet uiteraard kijken naar het milieu-impact dat uw transitie heeft. Bereik je het beoogde doel? Vandaag zal dat vooral gaan over CO2, klimaat, broeikasgassen. Dat is uiteraard heel belangrijk. We ontkennen ook niet dat daar een probleem is en we willen zeker bijdragen om dat op te lossen. Ik denk dat we dat ook bewezen hebben. Soms is het ook niet evident. Om bepaalde milieuproblemen op te lossen, creëer je er andere. Hè. Om olieproducten enzovoorts te ontzwavelen, heb je heel veel energie nodig. Dus dat leidt dan weer tot meer energiegebruik en tot meer CO2-uitstoot. Dus dat is niet zo'n eenvoudige discussie. Maar goed, ik denk dat meer en meer onze maatschappij ook vraagt dat we aandacht besteden aan groeikasgassen, aan het klimaatbeleid. Dan moeten we dat misschien een stap laten opschuiven in de prioriteiten. Maar ten tweede, ook bevoorradingszekerheid is belangrijk. Met sommige technologieën die we vandaag
promoten, weten we dat we een bevoorradingszekerheidsprobleem hebben, dat we ook moeten oplossingen vinden als er geen wind en zon is of in andere toepassingen. En uiteraard is voor ons als industrie het ook belangrijk dat we competitief kunnen blijven werken, dat wat we doen betaalbaar is en indien het niet betaalbaar is, dat er duidelijke afspraken zijn over wie het betaalt en hoe je ervoor zorgt dat je industrie kan blijven bestaan. Ik denk niet dat wij vragende partij zijn om onszelf in de voet te schieten en onze industrie weg te jagen om een klimaatdoel te bereiken als andere landen dat niet doen. Dan krijg je, de Duitsers zeggen dan, operation gelungen, patiënt dood. En dat is natuurlijk niet wat we willen bereiken. Ik ga met u drie cases even doorlopen. Ik zie vandaag een aantal oplossingen om naar een energietransitie te komen en naar decarbonisatie te komen in 2050, zoals de commissie gisteren ook duidelijk als de nieuwe Europese doelstelling heeft geformuleerd. Waarbij we telkens van onze kant uit een aantal vragen stellen, ik heb ze net gehaald, is dit technisch haalbaar? Kan dit met deze technologie? Ten tweede, is het betaalbaar? Wat is de kost ervan? En ten derde, wie gaat het betalen? Want dat is ook, zoals ik daarnet gezegd heb, een belangrijk element van de discussie. De eerste mogelijkheid die ik met u wil overlopen is hernieuwbare opslag. Waar we dus, ik heb hier een grafiek genomen van IRENA, dus de Renewables Organization, dus onverdachte bron. Hun cijfers zijn juist natuurlijk. Je ziet dat, eigenlijk valt dat in twee stukken, is het niet aangegeven. De rechterkant zijn intermittente energiebronnen, wind, zon. De linker zijn min of meer stuurbare, waterkracht, tenzij uw rivieren droog staan, maar met pump storage en met reservoirs kan je toch heel wat doen met stuurbare technologie. Biomassa is hier, waterkracht stond hier, biomassa en geothermie. Technologieën die in principe stuurbaar zijn, waar we kunnen stroom uithalen op momenten dat we ze nodig hebben. Wat aan de rechterkant uiteraard niet het geval is, helaas. Verkeerde knop. Wat uiteraard aan de rechterkant niet het geval is, hier moeten we hopen dat de natuur ons helpt op momenten dat we het nodig hebben, dat de wind waait en dat de zon schijnt. En dat is helaas niet altijd het geval. U ziet dat, ik leid altijd twee zaken af uit deze grafiek. Ten eerste, die dingen worden zeer snel goedkoper en dat is heel interessant. Zowel PV als wind onshore, wind offshore wordt zeer snel goedkoper. Maar ten tweede, ze zitten nog niet onder de band waarin hier de kost van fossiele brandstoffen wordt genomen. Bovendien, zoals ik zei, wat de rechterkant betreft, die dingen met fossiele brandstoffen, meestal zijn die ook stuurbaar, zijn die ook beschikbaar op het moment dat je ze nodig hebt, tenzij technische oorzaken enzovoort. Aan de rechterkant is dat niet het geval. Dus als je naar de systeemkost kijkt, je kijkt naar de totale kost die je moet investeren om een betrouwbaar energiesysteem te hebben, dan krijg je aan de rechterkant een bijkomende uitdaging. En dat wil ik even illustreren aan de hand van een studie die Elia vorig jaar of 2 jaar geleden gemaakt heeft, Energievisie 2050 voor België, waar zij een elektrisch systeem, en het gaat hier inderdaad weer vaak over elektriciteit, waar ze een elektrisch systeem gesimuleerd hebben met alleen PV, dat zijn de oranje staafjes die u ziet verschijnen als de zon schijnt, met wind en met als baseload technologie alleen nog WKK en biomassacentrales. En dan krijg je fenomenen, dit zijn reële scenario's, dit is een reële winter, waarin bepaalde momenten, en de Duitsers noemen dat heel mooi donkerflauwte, ontstaat, waarin je langere perioden geen of weinig wind hebt. En ja, zon is er altijd, maar je kent dat van die mistige winterdagen, waarin er heel weinig wind is, wat mistig, weinig zon, en er is dus heel weinig energieproductie van hernieuwbaar. Elia heeft gezegd, ja, we gaan dat oplossen met storage. En we hebben daar drie cijfertjes op geplakt, dus je moet zien. De zwarte lijn is de vraag. De lijn van de productie hier, de onderste lijn, is de baseload van WKK en biomassa. Dan heb je de wind en de zon met de piek die erop staan. Wat je dus eigenlijk moet dekken door storage in deze periodes, is de oppervlakte onder de zwarte lijn en boven de geproduceerde hoeveelheid. Dat is wat je aan volume. En je ziet dat in dit vak is dat ongeveer 1000 gigawattuur. Hier moet je 1700 gigawattuur kunnen uit storage halen of uit een andere bron halen op dat moment om de behoefte te dekken. En hij heeft gezegd, een van de eerste oplossingen is de bestaande pump storage centrales in België gebruiken om dat te doen. En daar kunnen we dit mee. Niet echt indrukwekkend. Daar gaan we er niet mee komen. Dus we hebben een andere oplossing. We gaan 1 miljoen
home batteries installeren, Powerwall-achtige dingen, Tesla. En we gaan 1 miljoen huishoudens uitrusten met een Powerwall. En daar kunnen we dit mee. Ook niet echt indrukwekkend. We gaan dus nog wat verder moeten gaan. Weet u, elektrische voertuigen, we gaan de ontwikkeling van elektrische voertuigen zeer snel laten gaan. We gaan 2 miljoen elektrische wagens in België hebben in 2040, denk ik dat dit de timing was. 2 miljoen elektrische wagens. En bovendien, dat is ook heel belangrijk, als we ze nodig hebben, mogen ze niet rijden. Moeten ze aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. En dan gaan we dit doen. Ik denk, goed, volgende project is gas en is hernieuwbaar en gas. Nee, ik wil er verder niet... Ik wil alleen maar aantonen, kijk, kunnen we met hernieuwbaar en opslag, kunnen wij technisch het probleem oplossen van de vraag? Wel, daar gaan we nog heel veel moeten investeren. Gaan we die batterijtechnologie of andere opslagtechnologieën enorm moeten ontwikkelen. Eén ding weten we, er zal niet meer wind zijn, omdat we meer windmolens zetten. Er zal niet meer zon zijn, als we meer zonnepanelen zetten. Dus de primaire energie blijft dezelfde. De vraag is alleen, kunnen we de efficiëntie waarmee we dat opvangen, kunnen we dat verbeteren en kunnen we die gaten in de productie opvangen met andere technologieën? Opslag, misschien demandrespons, maar je ziet ook dat demandrespons dat soort problemen niet gaat kunnen oplossen. We gaan niet 10 dagen... Helaas gebeurt dat ook meestal als buiten -10 is of -15 is, dus je hebt dan wel je verwarming nodig, je hebt oplossingen nodig. Goed, een tweede technologie of technologische oplossing die bestaat, is hernieuwbaar en gas. En er is een heel interessante studie, je kent die allemaal, die door Ecofys onlangs is gemaakt, ook in opdracht van de gassector in Europa, die zegt, kijk, we gaan dat hernieuwbaar, ja, we gaan ook storage doen. We gaan heel de elektrische elektriciteitsproductie gaan we zo hernieuwbaar mogelijk maken, zoals in het scenario van Elia. We gaan daar ook storage aan toevoegen. Maar we gaan daar ook nog een bijkomend luik in zetten dat met gas te maken heeft, ik zal dat zo zeggen, waarbij we in eerste instantie aardgas gaan gebruiken, maar meer en meer gaan proberen om dat aardgas te vervangen door hernieuwbaar gas, groen gas, specifieke gassen die als brandstof kunnen gebruikt worden en die we dan op andere manieren gaan maken. En dat kan, power to gas, je kan biogas synthetiseren uit afval, uit allerlei andere zaken die in de natuur beschikbaar zijn. Je kan er nog een beetje gas doen als backup, aardgas bedoel ik dan, en uiteraard doe je dan carbon capture and storage en je lost het daarmee op en daar gaan we dan. En ja, als laatste, dat heb ik niet goed begrepen waarom dat op de slide staat, is er curtailment. Hoeveel uren dat dan gaat gebeuren, dat weet ik niet, dat heb ik niet in de studie gevonden, maar ik hoop dat dat niet de bedoeling is, dat we dat dan opblazen om het groter te maken. Kan dit technisch? Dit kan technisch. We kunnen die dingen allemaal technisch doen. Het kost alleen verschrikkelijk veel geld en ik heb ook niet gevonden in de studie hoeveel het dat moet kosten. Ik heb wel gevonden dat het zou kunnen 138 miljard opbrengen per jaar, euro's per jaar, tegen 2050. 138 miljard euro. Maar ik heb niet gevonden wat de reële investering is die daar moet mee gebeuren. Dus dit kan technisch, is het haalbaar? Dat zal moeten blijken in de toekomst, hoe snel deze technologie zich ook weer ontwikkelt. Kunnen we dat upscalen, die power-to-gas-fabrieken, kunnen we dat brengen naar een schaal dat het ook kan werken met intermittent, waarbij je die installaties maar gebruikt als je te veel wind en te veel zon hebt. Dus dat zijn allemaal vragen voor de toekomst. Ik weet niet, ik ken die toekomst niet, helaas, maar ik kan alleen zeggen dat we dit technisch zouden kunnen. U ziet dan ook waar dat naartoe zou gaan. U ziet dat... Een 98 bcm zou gaan produceren tegen 2050 in biogas, dat dan vooral gaat worden toegepast in de industrie. Enfin, de industrie zou volledig gaan draaien op biogas, dat is de bedoeling van de studie. Transport 5 bcm, dus daar gaat nog wel wat overblijven. En ook in de huisverwarming en koken ga je toch voor een groot deel op biomethaan overschakelen en dan naar power-to-gas in de andere toepassingen. Ik heb er nog één, Bram. Wat we ook kunnen, is nucleair. U ziet dat nucleair in zaken CO2-uitstoot niet slecht scoort. Lager dan zonnepanelen, lager dan geothermisch.
lager dan wind zelfs, misschien zeker wat offshore wind betreft. Wat onshore wind betreft zit het ongeveer op dezelfde hoogte. Ik ga er ook niet veel over zeggen. Het kan technisch. Het kan technisch voor een stuk met bestaande centrales, het kan technisch met nieuwe centrales. Iedereen weet, er zijn ook andere nadelen verbonden aan nucleair. Ik zie alleen dat in de studie in het plan dat de Europese Commissie gisteren op tafel heeft gelegd voor decarbonisering tegen 2050, nog altijd 15% van de fuelmix in 2050 uit nucleair komt. Ik laat het aan u over om de juiste keuzes te maken. Wat zijn de conclusies? Ten eerste, het is vandaag niet duidelijk of we met de technologieën die we vandaag hebben, of we kunnen decarboniseren tegen 2050. Het gaat in elk geval verschrikkelijk veel geld kosten en ik weet niet of het betaalbaar is. Ten tweede, en ik denk dat dat iets is waar de industrie ook altijd op gehamerd heeft, wij moeten nieuwe technologieën ontwikkelen om dit te doen. Wij kennen waarschijnlijk de technologieën waarmee we in 2050 energie gaan produceren, die kennen we niet, of onvoldoende. En of dat dan kernfusie is, of dat dan geothermiek is, of dat dan getijdenenergie is, of misschien is de maan ook een interessante, of andere manieren om zonne-energie te capteren. I don't know, als ik het wist, zou ik hier niet staan. Dan was ik de Nobelprijs aan het afhalen in Stockholm, denk ik. Maar goed, het is zo dat wij enorm moeten investeren op hernieuwbaar. En ook op technologieontwikkeling, ook van hernieuwbaar, uiteraard. En ten tweede, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we dat op een globale schaal doen. Ik denk niet dat het interessant is voor ons om te zeggen, kijk, we gaan onze industrie wegjagen en die gaat dan elders in de wereld, allicht met minder efficiënte technologie, met minder meer CO2-uitstoot, gaat die hetzelfde gaan produceren. Ten derde, we hebben een mix nodig van dingen. Ik denk niet dat er één technologie is die het allemaal zal kunnen opdringen. En ten derde, en dat is dan het goed nieuws voor u, gas gaat waarschijnlijk in dit verhaal ook nog een toekomst hebben. Zeker in het begin, zeker onder de vorm van aardgas, gaandeweg wellicht meer en meer onder de vorm van hernieuwbaar gas of groen gas, of hoe je het ook wil noemen. Maar gas gaat zeker nog een plaats hebben in deze mix. Ik dank u voor uw aandacht.